ik vind dat NETSPA wel voor de troepen uitloopt in de samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Als ik bij het ministerie van Onderwijs kom, dan hebben ze het over we moeten de wetenschap meer in de maatschappij zetten. Dat blijkt toch bij veel sectoren moeilijk te zijn. Terwijl NETSPA daar al meer dan 10 jaar succesvol in is. En ook een voorbeeld kan zijn voor andere sectoren. Het is voor mij belangrijk om als wetenschapper bij NETSPA te participeren. Omdat ik dan in contact kom met andere goede wetenschappers in Nederland, maar ook in het buitenland. Bij NETSPA kan ik mijn werk presenteren en feedback krijgen op het onderzoek om het ook te verbeteren. En kom ik in contact met andere disciplines die zich ook bezighouden met pensioen en vergrijzing. Een belangrijk nieuw onderwerp is Big Data. Big Data zorgt ervoor dat steeds meer producten gepersonaliseerd worden. En wellicht kan het ook bijdragen om pensioenen en pensioencommunicatie meer te personaliseren.